over hoge Buldenhozen heen. K2, dat kennen we eigenlijk al van vorig jaar. Dan waren ze bij ons in Oetsen met over hoge Bulten. K2 die had ons nou nuig voor een Oetperbaaier oomt. Wat is dat, Breus Kruisengaard? Wel, Bart ja, of Evert? Ja, ik wil het wel vertellen. Wat is dat? Ja, dat is een try-out, hè? Is dat in het Engels. We hebben we dan wel eens wat met optredens. We hadden een beperkt repertoire en we hebben de laatste mond hard gewerkt om een aantal nummers te krijgen. Er kom mij weer. Nou, tiger zei ik. Nou, echt mij weer. Ik vroeg me op. Hou dat wel in. Dat ik nog al. Wat is het concert? Dat is een uitzwaaiconcert. We hebben het eigenlijk genoemd. Een benefietconcert met allemaal grunnige artiesten. En met K2 natuurlijk. Waaronder Wia Buze, Eltje Dordema, Edwin Jongendijk. En onder leiding van Politieorkest Noord-Nederland. En dan wordt een hele avond gevuld. En nou ja, we hopen. Vindt plaats in de Klinker. Hè? Ja, de grote zaal, de theaterzaal. Ja. 650 stoelen bezet. Gaat dat lukken? Jazeker, daar ben ik vol van overtuigd. We hebben al 400 stoelen zitten al, zijn al bezet. Dus die andere 200 ben ik van overtuigd dat we dat met elkaar gaan halen. Ik denk nog voor op mijn vrouwen. Een rustig onbezettelijk stoel. Ik was nog heel weer rust naar Peter. Nou, wie hebben eigenlijk van alles wat? Omdat we eigenlijk nog aan het zoeken zijn wat eigenlijk een beetje bij ons past. We hebben wel een voorkeur van wat we leuk vinden, maar het mag ook bij ons past. Sommige dingen kunnen we wel zingen, sommige dingen niet. Dus daarom hebben we eigenlijk van alles wat een beetje bij elkaar, om te kijken hoe het publiek erop reageert. En dan wordt hier in elk geval wat een beetje aanslag. Ja. Jullie gooien een beetje als de Kruisengaard Breus of de Kruisengaard Brothers, zag ik eigenlijk stond net. Een beetje ook in de stijl van dat soort muziek, de blues? Nee, nou ja, dat zit er ook in, hè. Snare Uur, er zit een bluesnummer in. We hebben een beetje country, we gaan terug in de tijd met een aantal evergreens, ook de Nederlandse zingerij. Ja, en de Kruis Brothers, daar ben ik ooit een keer met begonnen, hebben die t-shirt nog van. Maar we zijn eigenlijk K2'en en ik vind eigenlijk wel, nou dat K3 uit België weggaat. Ja, moet een andere K weer komen. En ik ga geen breuer extra meer om zuster te weer met elkaar zweren. Ik heb zo lang van wat mouw door en down. De zending in die brood. En dat kan van verstaan. En ons hart nog meer dan zijn. Een die ook een rol heeft in het geval is bij K2 en K6 is Eltje Dordema. Wat voor betrokkenheid heeft u bij deze Kruisengaard Breus? Nou, een van de Kruisengaard Breus, Evert, die nam contact met mij op. Om eens een en aan de deur te praten en dat ze ook een luid hadden. En dat luid dat ging dan over de aardbeving, de eerdbeving in Groningen. Als de bodem weer trilt, het slikt te lang, zakt allemaal duik vervolgd. In Inferno in soms zeggen ze wel het grunnige tol, door kist die niet in uitdrukken, maar sommige woorden. Dus maar één woord te zeggen, er zit een hoop betekenis achter. En dat zucht ook aan mensen in de zool, dat ben grunnigers, hè. En één woord er genoeg. En dan hoor ik wel eens van, als je dat ook in het onderwijs, een aanvoer hebt maar een groot verstonden nodig of zo. Nee? Ja, iets met woorden en met verstonden, maar ik ben het allemaal weer vergeten. Oké, mensen, beste mooie, je was er weer van op.